Salam alaikum, vandaag maken we weer heel lekkers. Ik maak ingelegde sinaasappels. Misschien ken je die ingelegde citroenen wel, dat kan ook. Je kan ze gebruiken in hoofdgerechten, maar daarnaast kun je ze gebruiken in taartbodem, in nagerechten, in cocktails waarschijnlijk ook, maar ook bij salades. Ik ga die maken, maar ik begin eerst met het steriliseren van de wekpot. In de pan heb ik al de wekpot, de deksel en het ringetje geheel onder water gezet. Is nu aan het koken en laat ik 10 minuten pruttelen, dat alle bacteriën geweest zijn. En dan ga ik beginnen met de citroenen. Ik wil 1 citroen wil ik schillen. Die schil ga ik ook gebruiken. En van die 4 citroenen ga ik het sap gebruiken. En dan de wekpot. En ga dan niet met een theedoek de binnenkant droog maken, want dan is het effect van het steriliseren weg. Laat hem zo staan. En ik gebruik hem meteen, want de sinaasappels die ik ga vullen, duw ik daar meteen in. Die was ik en dan woen ik ze droog. Wat ik moet doen is de boven- en onderkant heel laat. Dus ik snij ze van boven naar beneden. Ongeveer 2 centimeter ertussen. Ik wil dat die zout moet in die sinaasappel gaan. Onttrekt al het vocht. En door de zuren van onder andere citroen en de sinaasappels worden de sinaasappelschil gaar. Dat is het idee van het inleggen en wekken van de sinaasappels. Ik ga dit gebruiken voor iets zoets. Dus daarom heb ik sterrenijs, kaneel en korianderzaad. Maar je kan natuurlijk ook saffraan doen, of rozemarijn, of oregano, net wat je zelf wil. Die gaatjes, dat gaat gevuld worden met de zeezout. En dan mag je er best wel indrukken. Hier ga ik alle smaak aan toevoegen. Ik heb die citroenschillen erbij gedaan. Het ziet er leuk uit, maar het geeft ook echt smaak. Korianderkorreltjes, sterrenijs en kaneelstokjes. En dan nog wat zeezout, vers gepeste citroensap en dan afvullen met water. Wat ik dan altijd doe, klein laagje olijfolie. Olijfolie sluit de bovenkant af, blijft drijven, dus daar kan er geen zuurstof bij komen. Plastic folie, want dat zorgt dat alles naar beneden gedrukt wordt. Eerst een paar weken in de koelkast bewaren, dat hij daarin rustig zijn werk kan doen. Wat je doet, je zet dit zo weg. Om de 2 dagen even husselen. Dan gaat dit ongeveer een maand in de koelkast, tot het water helemaal helder is. Ik heb ingelegde sinaasappels gemaakt ongeveer 1 jaar geleden. Het ziet er dan zo uit. Helemaal helder. En de sinaasappelschillen zijn gaar geworden door de zuren. Als je hem gebruikt, partje eraf, binnenkant eruit, die mag weg en het schil heel fijn snijden. Dit is een fantastisch recept, de ingelegde sinaasappels. En op njam.tv vind je nog veel meer heerlijke recepten. Kook en eet met liefde en plezier en met smaak.